Het is weer de tijd voor de intoleranties. Ik heb de een en de andere klant die intolerantieproblemen heeft. Dus dat betekent eigenlijk een reactie op voedingsmiddelen die vaak 2-3 dagen later komt. Dus er is heel moeilijk te herleiden van dat een bepaald soort voeding jouw buik steeds verslag maakt. En het is heel raar. Ik heb dan altijd een hele periode lang heb ik allemaal mensen met heftige parasieten. En dan allemaal ziekmakende bacteriën. En dan weer allemaal gisten. En nu is het de intoleranties. En ik probeer de grote triggers er eerst uit te halen met voeding. En dan zie je dat heel veel mensen al opknappen. Is dat niet zo, zeggen ze, hey Roos, het gaat juist minder. Dan ga ik direct een voedselintolerantietestje inzetten. En dan komen er soms verbluffende dingen uit. Dat je denkt, oh, het verklaart gewoon alles in één keer. Dat is bizar. Nou, en dan gaan we natuurlijk bezig om alternatieve voeding in te zetten. Dat is altijd een hele leuke zoektocht. Recepten zoeken en iemand goed die voeding laten eten. Maar dan moet er wel meer gebeuren. Waarom? Die darm die moet hersteld worden. Want hij is eigenlijk te doorlaatbaar. Allerlei voedingsstoffen die gaan door die darm heen. Die er eigenlijk helemaal niet doorheen horen te gaan. Want eigenlijk moeten die darmcellen gewoon continu goed sluiten. Af en toe eens even open. Om vervolgens even te kijken, zitten er ziekmakende spullen in? En dan moet hij weer sluiten. En als dat niet gebeurt, ja, dan gaat er de hele tijd allerlei gewoon normale appeltje, een tomaatje, allerlei voedingsstoffen erheen. En het immuunsysteem, die wordt meteen aangezet. Continu staat die aan. Daar word je honds en honds moe van. Dat als eerste. En je darm gaat niet herstellen als je weer niet goed sluiten. Dus met specifieke probiotica en het opboosten van bepaalde specifieke vitamines kunnen we zorgen dat die darm weer herstelt. Zodat je wel weer meer kunt eten. En dat is zo fijn voor die mensen. Dat ze dat gewoon ook weten. Dat je daar naartoe werkt. Hey, dat was hem weer voor vandaag. Doei!